Yo, welkom bij Geld op Geld. Nou, de beurs is weer wat gedaald. Afgelopen vrijdag was een hele rode dag op de beurs. Tesla was vorige week echt enorm hard gedaald. Nou, Tesla is veruit mijn grootste positie. En mijn portfolio is ook echt, echt flink gedaald. Ik zal binnenkort wel weer een portfolio-update maken. Maar in het filmpje wil ik even ingaan op vorige week. Even heel kort en wat de SP 500 doet. Vervolgens. Komende week en mijn verwachtingen en waarom ik denk dat de beurs de komende week weer flink zou kunnen gaan stijgen. Dus dat gezegd hebbende, laten we er gewoon even induiken. Nou, hier zien we een overzicht van de SP500 afgelopen vrijdag. En het was echt wel gewoon een bloedbad. Tesla weer min 3,69% nadat Tesla daarvoor al met 10% was gedaald. Amazon min 2,5%, Oracle min 6% ongeveer, Adobe min 2,66%. En over het algemeen gewoon flinke dalingen, terwijl de beurs daarvoor al een paar maanden was gedaald. Nou, als we even snel naar de SP500 gaan kijken, dan zien we dat die echt wel weer wat is gedipt. En dan zien we dat de SP500 nu ten opzichte van hier zo, nou, zeg even eind juli, begin augustus, dat de SP500 nu met zo'n 8% is gedaald. Echt wel weer een dip voor de SP500. We zien ongeveer hetzelfde bij de Nasdaq, ook zo'n 8% gedaald. Sommige aandelen natuurlijk niet. Sommige aandelen zijn zelfs gestegen. Maar de meeste aandelen zijn flink gedaald. Sommige echt gecrashed. Zoals natuurlijk ook een Tesla afgelopen week. Nou, dat gezegd hebbende. Krijgen we komende week weer een hoop kwartaalcijfers. Deze bedrijven komen allemaal deze week met kwartaalcijfers. Dus de week van 23 oktober. Maar voordat we deze gaan doornemen. En wat ik ervan verwacht. Wil ik eerst even kort kijken naar de kwartaalcijfers van vorige week. Nou, ik heb zo'n soort filmpje vorige week ook gemaakt. Grote kans als je dat filmpje hebt bekeken. En in dat filmpje had ik aangegeven dat ik toch over het algemeen vrij optimistisch ben over de kwartaalcijfers van dit kwartaal, maar dat ik toch wel redelijk negatief was over ASML en vooral ook Tesla. Nou, twee aandelen die ik zelf bezit, voor mij vrij grote posities. Tesla is veruit mijn grootste positie en toch was ik best wel negatief over Tesla. Ik verwachtte zelf toch vrij slechte cijfers, vrij slechte, uh, slechte cijfers wat betreft de marges. Onder andere vanwege de hele hoge rentes en omdat ze prijzen uh, moesten verlagen. Ik verwachtte ook dat het moeilijk zou zijn om de Cybertruck op te schalen. Wat voor korte termijn negativiteit kan zorgen. En dat heeft Elon Musk ook allemaal aangegeven in de conference call. Toch vrij veel negativiteit, vooral op de korte termijn. En Tesla was ook echt enorm hard gedaald. Helaas had ik geen poedopties gekocht, waar ik wel over twijfelde. Want ik had verwacht dat het aandeel zou zakken. Maar goed, maakt in principe ook niet uit. Aandeel is flink gezakt en zo ook mijn portfolio. Maar dat gezegd hebben, heb ik toen ook vorige week aangegeven dat ik wel heel optimistisch was over andere aandelen, over heel veel andere Big Tech aandelen. Nou, Netflix was dan bijvoorbeeld weer flink gestegen. En ik denk dat heel veel andere aandelen de komende paar weken ook flink zullen stijgen en met hele goede kwartaalcijfers zullen komen. Dus dat gezegd hebben we als ook even een soort van korte intro. En wat ik vorige week al had aangegeven, laten we dan even kijken naar de cijfers van komende week, van dus 23 oktober. Laten we het gewoon even doornemen en laten we beginnen met maandag. Nou, maandag voor de opening komt Philips met cijfers. Ik weet dat het een, ja, toch vrij populair is, dat veel zeg, Nederlanders aandelen van Philips bezitten of dat ze het een interessant aandeel vinden. Ik heb er niet echt een hele sterke mening over. En verder op maandag toch een hoop banken, en niet echt iets dat ik volg, behalve misschien Logitech. Nou, Logitech komt met cijfers. Uh, ga ik in de gaten houden. En dat is vooral omdat ik aandelen van Corsair heb. En Corsair zou ook flink kunnen stijgen of dalen, afhankelijk van de cijfers en vooruitzichten van een Logitech. Spelen in op ongeveer dezelfde markt als dit Corsair meer in de gaming- en streamingsindustrie. Dus die ga ik wel in de gaten houden. Laten we doorgaan naar dinsdag, want dinsdag begint het echt met hele grote, hele belangrijke bedrijven, meteen als eerste voor de opening Coca-Cola. Nou, een hele grote, iedereen kent het bedrijf Coca Cola natuurlijk, nu zelfs wat gezakt en daardoor denk ik ook een stuk interessanter om te kopen. Ik heb laatst nog een uh, filmpje gemaakt met een aantal gedaalde aandelen om te kopen, waarvan ik dacht dat ze juist interessanter zijn geworden, omdat ze zijn gedaald, waaronder dus ook een Coca Cola. Ja, is over de lange termijn gewoon een hele mooi geweest. Heel mooi stabiel dividend aandeel. En nu het afgelopen jaar van de ongeveer 64 gezakt naar de ongeveer 54. De PI /E ratio is van ongeveer 30 gezakt naar de 22. En ik denk nu op dit moment een interessant om te kopen. En als we naar het afgelopen zeg 5 jaar kijken. Ik denk nu misschien het meest interessant om te kopen van de afgelopen 5 jaar. Staat nu ietsjes hoger dan zeg 5 jaar geleden. Staat nu zelfs lager dan zeg eind 2019, begin 2020. Terwijl het bedrijf nu verder is. Het bedrijf uh, ja, doet nu meer omzet, meer winst. En in verhouding is Coca-Cola nu interessanter dan bijvoorbeeld 4, 5 jaar geleden, als je het mij vraagt. Nou, verder uh, heeft PepsiCo, de concurrent natuurlijk, uh, volgens mij twee weken geleden kwartaalcijfers bekendgemaakt. En die cijfers van PepsiCo waren gewoon heel erg netjes. Die kan je even nog opzoeken, maar hele nette cijfers wat betreft omzet, wat betreft de vooruitzichten, wat betreft winstgevendheid. Um, meer winst en meer omzet dan wat werd verwacht door analisten. Al bij al hele goede cijfers van PepsiCo. En ik verwacht eigenlijk ongeveer hetzelfde van Coca-Cola. Ik denk op dit moment echt wel een interessant dividendaandeel voor de lange termijn. En bij Coca-Cola voor de echt lange termijn. Misschien wel voor de komende 20, 30, 40 jaar. Nou, dan hebben we Verizon, komt met cijfers. Een groot bedrijf in de telecom. Ik denk ook wel een interessant dividendaandeel. Nou heeft de concurrent AT&T land een en ander bekend gemaakt, was vorige week flink gestegen. En ik denk dat ook Verizon met mooie cijfers zal komen. Een lage waardering, een dividendpercentage van 8,43% is wel flink gedaald. Vanaf de piek in zeg even 2019 ongeveer, van de ongeveer 60, nu bijna gehalveerd. Maar voor de lange termijn snap ik wel dat mensen Verizon nu kopen met een vooral hele lage waardering. Verizon heeft wel zo zijn problemen. Dus ik ga ze zelf ook niet per se kopen. Maar een interessante om eventueel in de gaten te houden. Dan hebben we GE General Electric, ook een vrij grote. RTX commentcijfers in Defensie. 3M commentcijfers ook een hele interessante. En dat is omdat 3M een heel sterk bedrijf was, heel stabiel dividendaandeel, heel populair dividendaandeel. Als we flink gaan uitzoomen, zien we dat hij het ook heel goed had gedaan tot aan ja, 2017-18. Toen een daling, een stijging weer naar ongeveer 2021 en toen echt een afstraffing. Als we naar de afgelopen vijf jaar gaan kijken, echt alleen maar omlaag, omlaag, omlaag. Van de middel 200 terug naar de ongeveer 86. Er is heel veel negativiteit geweest bij 3M, heel veel rechtszaken, ook, heel veel problemen met bepaalde producten van 3M. Terwijl 3M heel veel verschillende producten heeft. 3M doet echt van alles en nog wat en in dat opzicht... Werd 3M ook gezien als een heel stabiel bedrijf, een heel stabiel aandeel. Maar zo kan je zien dat zelfs een stabiel aandeel als een 3M, dat werd gezien als een heel stabiel aandeel, dat ook die flink kunnen zakken als er veel negativiteit komt. En nu is de vraag: ja, is 3M een interessante of niet? Kan 3M door al deze negativiteit komen zonder al te veel problemen? Kunnen ze heel veel boetes, et cetera, die ze hebben, afbetalen zonder al te veel problemen? En kan 3M het op de lange termijn heel erg goed doen of niet? Is een hele lastige vraag. Waar heel veel waardebeleggers nu mee bezig zijn. Nou, 3M komt in ieder geval met kwartaalcijfers. Ik vind 3M eigenlijk te ingewikkeld vanwege alles dat er speelt. En ik ga zelf 3M niet aanschaffen. Maar wel een hele bijzondere op dit moment. Dan hebben we ADM. Spotify komt met cijfers. Nou, Spotify is wel een heel mooi bedrijf. Natuurlijk een heel populair bedrijf. Veel mensen maken gebruik van Spotify. Maar Spotify heeft altijd wel moeite gehad om echt heel winstgevend te worden. Om hun, nou ja. Klanten, hun gebruikers, <coughs> zoveel mogelijk te laten betalen. En echt heel erg winstgevend te worden. Vandaar dat het aandeel op de lange termijn ook niet zo heel erg veel heeft gedaan. En ik denk zelf ook dat Spotify in dat opzicht niet een heel sterk bedrijf is geworden. kan wel omslaan. Het kan zo zijn dat Spotify heel winstgevend kan worden. Door bepaalde kleine aanpassingen misschien te maken aan het businessmodel. Maar voorlopig is er dat nog niet gelukt. Nou, dan hebben we <coughs> Next Era Energy. en hele grote in energie. Dit is ook heel goed, en nu zien we ook bij Next Era een dip, zoals bij heel veel bedrijven in de energie. Next Era ook van de ongeveer naar 93 gezakt naar de ongeveer 52. Een hele grote, een marktwaarde van meer dan 100 miljard dollar. Echt wel een groot bedrijf, een van de grootste die inspelen op van alles en nog wat in de energie. Nou, dan hebben we nog GM General Motors, uh, ja, ook een grote natuurlijk in de automobielindustrie. Al heb ik er zelf niet zo heel erg veel mee. Ja, een PI-ratio /E van maar 4. Keert ook wel dividend uit, zoals natuurlijk heel veel autobedrijven doen: een Volkswagen, een Ford en ga zo Madonna. Zo ook bij General Motors. Maar op de lange termijn heeft hij niet zo heel erg veel gedaan, vanwege vooral de hele lage marges. Al zijn de marges van GM nu in principe nog wel oké. Okay, zeker als je bekijkt wat Tesla doet. Tesla's marges zijn onder andere flink aan het zakken. Maar er is een heel belangrijk iets waar eigenlijk bijna niemand het over heeft. Ik heb het hier eigenlijk ook bijna, volgens mij zelfs nog nooit over gehad op mijn kanaal. Namelijk het feit dat je bij Tesla meteen ziet wat ze doen. Tesla verkoopt hun producten en bij Tesla uh, wordt dat meteen geregistreerd. Dus als Tesla's marges zakken, uh, dan is dat ook meteen omdat hun marges zakken. Als Tesla hun auto's verkoopt, is dat omdat ze die auto's meteen verkopen. Bij een GM en eigenlijk alle andere autofabrikanten, een Toyota, een Volkswagen, een BMW, een Mercedes, ga ze maar door. Die maken allemaal gebruik van dealers. Dat doet Tesla niet, maar GM wel. En heel veel van die autofabrikanten, die hebben hun auto's verkocht aan dealers als het ware. Die staan nu eigenlijk gewoon stil bij heel veel dealers. En weten eigenlijk niet zo heel erg goed wat de echte actuele cijfers zijn van een GM, van een Ford en ga ze maar door. Ik denk dat de echte cijfers zelfs wat slechter zijn dan de meeste mensen nu denken. Omdat ze dus worden uh, gegeven aan de dealers. De dealers die hebben ze op voorraad. En dat zien we niet meteen terug in de cijfers van al die autofabrikanten. Waar we dat wel terug zien bij een Tesla. En ik verwacht dat we dus de problemen die Tesla nu heeft. Dat we die over een paar kwartalen pas gaan zien bij een GM, een Ford, een Volkswagen, etc. Maar goed, we gaan het zien. Ik verwacht zelf niet zo heel veel van een GM op de lange termijn. En ik denk dat al die autofabrikanten, dat hebben natuurlijk heel vaak gezegd dat ze de komende, zeg, vijf jaar ongeveer alleen maar zullen krimpen, krimpen, krimpen en krimpen. Terwijl Tesla, een aantal Chinezen en een aantal andere innovatieve bedrijven groter zullen worden. Nou, dat even over GM. Laten we doorgaan naar dinsdag na de sluiting. Na de sluiting, een hele belangrijke uh, dag voor mij persoonlijk ook. Dan komen twee hele grote big tech bedrijven met kwartaalcijfers: Microsoft en Alphabet, oftewel Google. Nou, ik ben benieuwd naar allebei. Eerst hebben we Microsoft. Ik denk dat Microsoft met hele goede cijfers gaat komen. Microsoft komt eigenlijk bijna altijd met goede cijfers. En Microsoft heeft ook niet zoveel last van de hoge rentes, et cetera. Als bijvoorbeeld de nou, autofabrikanten, bijvoorbeeld een Tesla. Als bijvoorbeeld de jongens die in zonnepanelen zitten. Als de huizenmarkt die daar natuurlijk ook last van kan krijgen. Microsoft die zal gewoon zijn terugkerende business krijgen. Microsoft komt waarschijnlijk nog steeds met goede vooruitzichten, met hele hoge marges. En ik denk dat Microsoft nog steeds, ondanks als dat gaande is, ondanks de macro-economie, dat Microsoft weer met hele goede cijfers zal komen. Ik hoop eigenlijk van niet, want als Microsoft zou zakken, zeg nou onder de 300 ongeveer, zou ik waarschijnlijk wel weer een plug van Microsoft willen kopen. Heel mooi bedrijf, maar toch wel vrij prijzig met een vrij hoge PI-ratio. En zit nu ook eigenlijk rond een all-time high. Als we de afgelopen vijf jaar gaan kijken, ja, rond een all-time high. Niet voor niks, Microsoft doet het nog steeds heel erg goed, heel sterk bedrijf. En ik verwacht ook hele goede cijfers van Microsoft. Dan hebben we Alphabet, oftewel Google. Ja, verwacht ik eigenlijk ook prima cijfers van. Heb ik zelf aandelen van. Zelfs een vrij grote positie voor mij. Doet zijn best om weer naar een all-time high te gaan. Nou, als we naar de laatste vijf jaar gaan kijken, staat iets lager dan zeg in 2021 ongeveer, 2022. Maar als Google met goede cijfers gaat komen, goede vooruitzichten, ik denk dat Google zegt binnen nu en een jaar waarschijnlijk wel weer naar een all-time high zal gaan. Heel sterk bedrijf, um, ja, zowel Google, Google Search als een YouTube, als de Cloud, uh, eigenlijk alles wat ze doen zijn hele sterke businessmodellen en Google blijft gewoon lekker zijn ding doen. Ik denk dat Google ook met hele mooie cijfers zal komen. Uh, heel benieuwd naar. Waarschijnlijk ga ik niet kopen of uh, verkopen. Ik zal waarschijnlijk gewoon mijn positie vast blijven houden. En deze kwartaalcijfers zijn voor mij niet zo heel belangrijk. Of Google nou stijgt of daalt, maakt mij waarschijnlijk niet zo heel veel uit. En ik blijf waarschijnlijk gewoon in Google investeren voor de lange termijn. Maar wel een hele belangrijke om in de gaten te houden en heel de beurs, vooral de Nasdaq, zou natuurlijk kunnen uh, stijgen of dalen, afhankelijk van de cijfers van hun Google en natuurlijk van hun Microsoft. Twee hele belangrijke. Nou, dan hebben we Snapchat. Ja, is altijd wel heel volatiel. Zeker na kwartaalcijfers kan zomaar 20% of meer stijgen of zakken. Heb ik niet een hele sterke mening over. Ik neiger naar dat Snapchat misschien wel met goede cijfers zal komen. Ik verwacht wel goede cijfers van een Meta. Die woensdag met cijfers komt. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar Snapchat weet ik niet. Um, ja, ik denk zelf dat Meta gewoon een betere investering is. Als je een zeg, even soort social media investering wil hebben... Maar goed, Snapchat komt ook dinsdag na de sluiting met cijfers. Dan hebben we Visa. Ja, ook een hele grote, heel sterk bedrijf. Een marktwaarde van bijna 500 miljard dollar. Echt wel een hele grote. Heeft het over de lange termijn heel erg goed gedaan. Zakt eigenlijk bijna nooit. En ook nu. Afgelopen jaar zelfs wat gestegen. Nu een hele kleine dip. laatste paar maanden van de 250 ongeveer. Uh, gezakt naar de naar 233. Allemaal niet zo heel erg spannend. Een PI-ratio van 30 wel ongeveer. Dus wel een vrij prijzig aandeel. Maar tegelijkertijd zeker niet onterecht. Want Visa is gewoon heel sterk. Blijft maar groeien, groeien en groeien met hele hoge marges. En zowel Visa als Mastercard, die blijven het gewoon maar heel erg goed doen. Komt ook met cijfers. Dan hebben we Teladoc Held, een toch wel vrij populaire onder particuliere beleggers. Niet meer zo populair als een paar jaar geleden. Ja, als we even uitzoomen. Was enorm hard gestegen tot aan 2021. Vervolgens echt flink gecrashed. Van ongeveer 300 dollar naar de ongeveer 18. Echt een afstraffing gewoon. Uh, zit er in de teleheld? Nou, Ik heb zelf aandelen van Hims en Zit ook in de teleheld. Speelt er wel wat anders op in. En ik denk zelf dat Hims en qua risk-reward gewoon interessanter is. Hims en heeft veel terugkerende klanten. Werkt met abonnementen. Groeit hard. Uh, gaat richting winstgevendheid. Waar Teladoc op dit moment gewoon denk ik zelf veel meer risico heeft... En het qua matrix, qua getallen, qua cijfers gewoon slechter doet dan een himseneurs. Maar goed, tellen komt met cijfers en zal voor een aantal particuliere beleggers natuurlijk wel heel erg belangrijk zijn. Nou, Metadoc komt met cijfers, Texas Instruments in de Semicon, Boyd Gaming in de gaming industrie. Dus eigenlijk van alles en nog wat op dinsdag. Waarde- en dividend-aandelen, tech-aandelen, Microsoft en Google natuurlijk hele belangrijke. En die kunnen ervoor zorgen dat de beurs, vooral de NASDAQ, gaat stijgen of zakken. Ik neig naar stijgen, want ik denk dat ze allebei met mooie cijfers zullen komen. Nou, dan hebben we woensdag van ons besproken al. Maar laten we doorgaan naar woensdag voor de opening Boeing. Nou, ik heb zelf ooit aandelen van Boeing gehad, een paar jaar geleden. Toen kwam eigenlijk de pandemie ook. En de pandemie heeft alles natuurlijk veranderd. Uh, daardoor ben ik zelf ook niet meer geïnteresseerd in Boeing. Omdat alles is veranderd. Uh, de balance sheet van Boeing staat er nu ook heel anders voor dan een paar jaar geleden. Uh, nou, dan hebben we Thermo Fisher Scientific. Ook een heel groot bedrijf. Een bedrijf met een marktwaarde van 179 miljard dollar heeft het ook heel goed gedaan over de lange termijn. Flinke stijgingen. En nu zien we een dip van de nou, 667 naar de 464. Nou, Thermo Fisher levert allerlei verschillende producten, apparaten voor de nou, biotech-industrie, voor de farmaceutische industrie, voor de healthcare-industrie in het algemeen. En het interessante aan Thermo Fisher Scientific is ook dat heel veel van die zogenaamde superinvestors... ...van die investeerders die heel veel vermogen bezitten, dat een aantal van die jongens investeren in Thermo Fisher Scientific. En dat doen ze waarschijnlijk ook niet voor niks. Een hele populaire. Um, ik heb er zelf niet zo heel veel mee. Ik wil mezelf er ook niet per se heel erg in verdiepen, want ja, ik heb al zoveel aandelen die ik leuk vind om in de gaten te houden... Maar zou zeker een interessante kunnen zijn. Want het is natuurlijk ook niet voor niks. Dat veel van die superinvestors investeren in Thermo Fisher. Komt woensdag voor de opening met cijfers. Dan hebben we T-Mobile. Heel veel Natuurlijk een grote in uh, nou, hotels. Uh, ADP cijfers. Ik denk ook een interessante. Heb ik een keer een filmpje over gemaakt. In top 3 aandelen om te kopen. Was daarna wel flink gestegen. Staat nog steeds een heel stuk hoger. Uh, daarom vind ik hem zelf wat minder interessant. Want ik vond hem al vrij prijzig. Maar wel een vrij sterke. Omdat. Ja. ADP door heel veel bedrijven wordt gebruikt door de HR-afdelingen voor allerlei verschillende doeleinden, voor uh, salarisadministratie, planningen en ga zo maar door. Sterk softwarebedrijf vanwege vooral ook hun naamsbekendheid. Dus ook voor de opening heel veel verschillende dingen en dan na de sluiting Meta. Nou de belangrijkste van woensdag. Meta natuurlijk een hele grote jongen, uh, flink gestegen, staat nu ook rond een 52-week high. Maar als we even gaan uitzoomen, ja, het is heel erg volatiel gegaan voor Meta. Zie je misschien beter als we naar de afgelopen vijf jaar kijken. Enorm hard gestegen naar de ongeveer 380. Toen echt een crash, maar dan ook echt een crash. Een daling van zo'n, nou, meer dan, wat is het, 75% of iets dergelijks. Gezakt naar de 93, zelfs onder de 90 heel even. Vervolgens echt enorm hard gestegen naar de meer dan 300. Ja, afgelopen jaar nu. Ja, in oktober was echt de bodem rond de 90. Dus nu bijna een jaar geleden... Van de ongeveer 90 gestegen naar de meer dan 300. Echt een enorme stijging voor Meta. En nog steeds, ook al is Meta enorm hard gestegen. Ik denk dat Meta nog steeds wel een vrij interessante is voor de lange termijn. En ik denk zelf dat Meta ook nog eens met vrij goede cijfers zal komen. Meta heeft een PI-ratio van 36 en lijkt vrij prijzig. Maar Meta focust zich nu op dit moment echt heel erg op winstgevendheid. Mark Zuckerberg heeft aangegeven dat ze echt veel efficiënter willen worden, vooral. En ik denk dat we dat nu. Deze kwartalen, eigenlijk dit kwartaal, volgend kwartaal, het kwartaal daarna, terug gaan zien in de cijfers. Ze hebben heel veel werknemers ontslagen, onder andere. Nou, in het begin kost dat nog geld, mensen ontslaan. Op de korte termijn kost dat wat extra geld. Maar uiteindelijk, als je even wat verder in de tijd gaat, waar we nu ongeveer zitten, zorgt dat voor extra winst. En ik denk dat ook Meta daarvan zal profiteren. En dat Meta met goede cijfers zal komen. En dat de kans groot is ook dat Meta flink zal stijgen naar de cijfers. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, ik heb ook geen glazen bol. Maar we gaan het zien woensdag na de sluitingscijfers van Meta. En die kan ervoor zorgen dat de beurs, de Nasdaq vooral, ook zal stijgen. Als ze met goede cijfers en vooral ook goede vooruitzichten komen. Nou, daar hebben we IBM, ook een hele grote speler. ServiceNow, een grote in software en cloud computing. Align Technologies, cijfers toch een vrij populaire voor de orthodontie-industrie, waar ze met 3D-producten komen voor die markt. Uh, dan hebben we even kijken. Quantum Cape heeft ook een vrij populaire onder particuliere beleggers. Die zitten in ja, batterijen voor elektrische voertuigen. Maken vooral solid-state lithium batterijen. Een ja, vrij populair aandeel onder particuliere beleggers dus. Dan gaan we door naar donderdag. Ook een hele belangrijke grote dag voor de opening. Royal Caribbean Group. Ik denk dat ze ook al met goede cijfers gaan komen. De, zeg even, cruise-markt in het algemeen doet het heel erg goed op dit moment. Ja, al die bedrijven hebben op dit moment ook nog steeds veel problemen. Nog steeds vanwege de pandemie. Enorme schulden die ze hebben moeten opbouwen. Maar op dit moment gaat het heel erg goed. En ik denk dat ze ook wel met goede cijfers zullen komen. UPS komt met cijfers. Ja, ook een heel interessant aandeel. Heel groot bedrijf natuurlijk. Uh, over de lange termijn heeft hij het ook goed gedaan. Nu een dipje: dividendpercentage van min of 4%. Een PI-ratio van 13%. Vrij goedkoop dus ook. En het leuke aan UPS is dat UPS eigenlijk indirect laat zien hoe het, hoe het gaat met de economie. Hoeveel pakketjes worden besteld, hoeveel er moet worden bezorgd, et cetera. En dat zijn toch altijd van die hele interessante aandelen om in de gaten te houden. Om in na te kijken wat er nou onderliggend gaande is. En ook vooral de vooruitzichten van UPS zijn natuurlijk belangrijk. Een belangrijke indicator van hoe de consument het op dit moment doet. Dan hebben we Hershey die met cijfers komt. Hershey in chocola. Ook een hele interessante. Kijk, als we de afgelopen zes maanden gaan kijken, is Hershey echt in een vrij rechte lijn. Bijna elke week gezakt, 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 gezakt. Van de ongeveer 273 gezakt naar de 190. Toch echt wel een flinke dip voor Hershey. Want als je even gaat uitzoomen, ja, is Hershey eigenlijk bijna alleen maar gaan stijgen, 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 stijgen. En nu, als we de afgelopen 5 jaar gaan kijken, een dip. En echt in een rechte lijn alleen maar omlaag, omlaag, omlaag en omlaag. Nu daardoor een PI-ratio van 22 en een dividendpercentage van 2,5%. En daardoor een heel stuk interessanter dan zeg een half jaar geleden. Nou, komt ook met cijfers. En zo zijn er toch echt wel heel erg veel van dat soort zeg waarden aandelen die alleen maar interessanter zijn geworden de afgelopen paar maanden. Nou, Altria komen cijfers, ook een bekend dividendaandeel met een hoog dividendpercentage in de tabakindustrie. Southwest Airlines komen cijfers, Valero. Merck, ook een groot bedrijf, een dividendaandeel in de biotech. Uh, en daarmee ook van ons nog wat vooral veel waarde en dividend aandelen voor de opening. En dan na de sluiting, Amazon. Ben ik heel benieuwd naar. En dan ook nog een NVS, Intel Chipotle Ford. Maar vooral Amazon ben ik heel benieuwd naar. Amazon is mijn ena grootste positie. Ik heb heel veel vertrouwen in Amazon voor de lange termijn. En ik denk zelf dat Amazon weer met hele goede cijfers zal komen. Amazon die. Uh, Focust zich nu op dit moment ook wat meer op winstgevendheid. Hebben we afgelopen kwartaal gezien. En ik denk dat we dat nu ook zullen zien. Misschien per se zo goed dit kwartaal. Maar zeg dat we naar de komende 3, 4, 5 kwartalen gaan kijken. Verwacht ik over het algemeen wel hele goede kwartalen. En ik denk waarschijnlijk ook dit kwartaal. Nogmaals, ik heb geen glazen bol. En ik kan het ook natuurlijk niet perfect voorspellen. Maar ik denk wel dat Amazon met hele goede cijfers zal komen. Dat Amazon weer mooie omzetgroei zal laten zien. Weer met mooie vooruitzichten zal komen. En dat Amazon zal laten zien en waarschijnlijk zal vertellen dat hun doel naar winstgevendheid er heel erg goed uitziet. En dat Amazon de komende kwartalen meer, meer en meer winst zal rapporteren. Ook Amazon heeft niet zo heel lang geleden werknemers ontslagen. En hetzelfde verhaal als bij Meta: in het begin kost het even geld om die werknemers te ontslaan. En daarna uh, zorgt dat eigenlijk voor minder kosten en daardoor onderaan de streep meer winst. En ik denk dat we onder andere dat gaan zien bij een Amazon. Verder verwacht ik nog steeds dat AWS het heel goed doet, dat Prime het goed doet, dat ze het nog steeds met veel abonnementen zullen komen. Ik verwacht ook hele goede cijfers wat betreft uh, de advertentieinkomsten van Amazon, waar de marges toch vrij hoog zijn. En over het algemeen, als je kijkt naar het retail gedeelte van Amazon, daar verwacht ik niet per se heel erg veel van. Maar al bij al, alles bij elkaar genomen, denk ik wel dat Amazon weer met hele mooie cijfers zal komen. En dat Amazon waarschijnlijk flink zal stijgen. Mijn ene grootste positie, dus als Amazon stijgen, helemaal prima. Anderzijds, als Amazon zal zakken, ook prima. Want ik heb onlangs een plukje verkocht, hier zo rond de 145. Dus mocht Amazon zakken, zal ik dat plukje waarschijnlijk weer terug in Amazon stoppen. Maar nogmaals, ik denk dat de kans groot is dat Amazon met hele mooie cijfers zal komen. En dat Amazon vooral zal stijgen. En zoals je nou over het algemeen hoort. Ik ben eigenlijk heel erg optimistisch over de meeste bedrijven en over de meeste kwartaalcijfers. Ook al was ik over de cijfers van vorige week, en dan vooral in ASML en vooral in Tesla, was ik vrij pessimistisch. Ik was vrij negatief. Nu ben ik juist vooral heel optimistisch. En ik denk dat we over het algemeen door de meeste van deze bedrijven flink zouden kunnen gaan stijgen. Maar goed, door naar Envase. Envase is echt afgestraft. Envase is afgelopen vrijdag gewoon met 15% gedaald, bijna 15%. Nadat Envase al flink was gedaald, daarvoor. Nou, bijna alle bedrijven in, zeg even, de solar en de energiebusiness zijn flink gedaald. Solar Edge was met meer dan 20% gedaald. Envase flink gedaald. Terwijl Envase, als we even uitzoomen, al flink was gedaald. Eerst was Envase flink gestegen. Heel populair. Van de, nou, wat is het? Uh, minder dan 1 dollar in 2017 gestegen naar de ongeveer 300 plus, 320. Vervolgens gezakt naar onder de 100 ondertussen. En daardoor wordt die waardering van Enfeis alleen maar interessanter. En ik denk zelf dat Enfeis nu voor de lange termijn echt wel een hele interessante in, uh, investering is. Kan Enfeis nog meer zakken? Zeker. Kan Enfeis nog meer negativiteit krijgen op de korte termijn? Zeker. Onder andere vanwege de hele hoge rentes, waar Enfeis ook last van heeft. Omdat mensen minder kunnen investeren. Onder andere in zonnepanelen, die vaak toch met een lening worden gekocht. En dat is op dit moment gewoon duurder en lastiger vanwege de hoge rentes... Maar vroeg of laat gaan die rente waarschijnlijk weer omlaag. En zal Enphase waarschijnlijk ook extra profiteren voor de lange termijn. Omdat het gewoon een heel erg sterk bedrijf is met hele sterke producten. Maar wat betreft de cijfers. Ik denk dat we toch wel vrij veel negatieve geluiden zullen horen van Enphase. Puur wat betreft de kwartaalcijfers plus de vooruitzichten. Maar het aandeel is ook echt wel flink gedaald. En op dit moment zijn de verwachtingen daardoor ook een heel stuk lager. Dus... Dat is bij aandelen altijd het geval. Soms komen bedrijven met hele goede cijfers, maar wordt er heel erg veel verwacht? Zijn ze misschien al flink gestegen en dan heb je nog steeds niks aan de hele goede cijfers en goede vooruitzichten. Het liefst heb je eigenlijk dat de cijfers goed zijn, maar dat de verwachtingen vrij laag zijn en dan kan je enorme stijgingen zien. En in het geval van Enface zijn de verwachtingen nu vrij laag. Natuurlijk kan het nog slechter, maar de verwachtingen zijn vrij laag. En ik denk dat de kans toch vrij klein is dat Enface nog meer zal zakken omdat de verwachtingen zo laag zijn. Kom dus de zondag na de sluiting ook met cijfers. Nou, dan hebben we Intel ook natuurlijk een hele grote in de semicon. Ja, de waardering van Intel is relatief laag, maar Intel doet het ook wel vrij slecht. Doet het veel slechter dan heel veel andere bedrijven in de semicon. Ford komt met cijfers. Heb ik zelf ook niet zo heel veel mee. Al denk ik wel dat Ford een van de zeg even traditionele uh, brandstof autofabrikanten dat ze het toch relatief goed doen dat ze ook goed bezig zijn met het investeren in elektrische voertuigen... met onder andere de Ford F-150 Lightning en de Ford Mustang Mach-E. Um, en ik denk dat ze voor de lange termijn echt wel goed bezig zijn. De hun huidige producten zorgen vooral voor de marges op dit moment. Ze maken heel veel verlies met hun elektrische voertuigen... zoals eigenlijk bijna iedereen behalve Tesla. Uh, maar voor de lange termijn zijn ze echt wel bezig om op te schalen... en om het goed te doen. En ik denk dat Ford het op de lange termijn beter zal doen... Dan een GM bijvoorbeeld. Die dus op ja, dinsdag uh, voor de opening met kwartaalcijfers gaat komen. Nou, dat is even over Ford. Dan hebben we Chipotle. Ook een heel sterk bedrijf. In restaurants, in Mexicaans eten. Maar wel een vrij hoge waardering altijd. Mocht Chipotle echt flink zakken. Dan moet moeten echt nog wel 30, 40, 50 procent van af voor mij. zou ik eventueel wel Chipotle willen kopen. Want het is echt wel een heel sterk bedrijf. Met hele goede cijfers. Heel winstgevend. Goede vooruitzichten meestal ook. Maar toch een vrij prijzig aandeel. Uh, dan hebben we Dexcom, Sketchers United States uh, Steel. Valle, een groot bedrijf uit Brazilië. Dus op donderdag ook echt weer van alles en nog wat. En ja, natuurlijk ben ik vooral benieuwd naar Amazon, mijn 1 na grootste positie. En nogmaals, ik denk dat Amazon met goede cijfers zal komen. Dan hebben we vrijdag, nou vrijdag voor de opening, ExxonMobil. Maar ook een Chevron komt dan met cijfers en Philips 66, dus veel bedrijven in olie. Over het algemeen verwacht ik daar niet iets heel erg bijzonders van. We weten dat nou, Olie flink was gestegen de laatste tijd, daarvoor wel weer flink was gedaald. En over het algemeen, waarschijnlijk gewoon vrij stabiele goede cijfers. Effie cijfers, een groot bedrijf in de Biotech. Heb ik ook aandelen van gehad. Ondertussen denk ik een jaar of twee geleden. Ongeveer een half jaar, jaar vastgehouden, Waren flink stegen uh, in een vrij korte tijd heb ik daarna verkocht. Staat nu op ongeveer hetzelfde punt wel. Waardoor die eigenlijk alleen maar interessanter wordt. Want Appy blijft wel gewoon het goed doen. Nou, dan hebben we verder nog Colgate, een vrij groot dividendaandeel. T-Row Price ook een vrij populaire. Dus vrijdag ook weer van alles, en nog wat. En deze week ja, hebben we echt van alles, en nog wat doorgenomen. Meestal zijn dit soort filmpjes niet zo heel lang. Maar ik wilde er toch even wat dieper op ingaan. Op een aantal van die aandelen. Uh, over het algemeen verwachten we dus echt wel hele goede cijfers. En dan ben ik echt wel heel erg optimistisch over deze week. En ja, we hebben nu wat negativiteit. Vorige week hebben we echt flinke dalingen gekregen op de beurs. En ik denk dat we deze week weer zouden kunnen gaan stijgen. als heel veel van deze bedrijven met goede cijfers komen en goede vooruitzichten. En ik denk het wel. Ik denk dat we over het algemeen goede cijfers zullen krijgen. onder andere van een Microsoft, Alphabet, Meta en een Amazon. Ik ben weer heel erg benieuwd en misschien dat ik er nu wel op in wil spelen. Ja, vorige week had ik al het een en ander verwacht en dat is ook echt precies zo uitgekomen. zeker met een Tesla. Ik heb er niet direct op ingespeeld. Uh, en nu ga ik dat misschien wel doen met een aantal van deze, omdat ik eigenlijk wel heel erg optimistisch ben over de meeste bedrijven die nu met cijfers gaan komen. En dan hoop ik natuurlijk weer dat het een leuk en interessant filmpje was. Ik ben blij voor me, zou ik echt waarderen. Ja, over het algemeen ben ik dus best wel optimistisch wat betreft de kwartaalcijfers. Ook al ja, hebben we vorige week flinke dalingen gezien en had Tesla echt slechte cijfers gerapporteerd, ik denk dat we nu goede cijfers zouden kunnen krijgen en dat de beurs daardoor weer zou kunnen gaan stijgen. Nou, Laat me ook even in de comments weten wat je er zelf van vindt, wat je zelf verwacht, of je misschien nog iets gaat kopen of verkopen. Altijd leuk om te lezen. En ik zal nog proberen om filmpjes te maken over bepaalde dingen die worden gerapporteerd. Waarschijnlijk een filmpje over de cijfers van Google en Microsoft. Misschien nog een filmpje over Amazon of een soort van samenvatting, afhankelijk van wat er wordt gerapporteerd en wat er gaat gebeuren. Ik ben in ieder geval weer heel erg benieuwd. Nou, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer weer en uh, later.